Het is maandag 4 januari. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Zwarte doos bewijst dat veroorzaker dodelijk ongeval Rotterdam-West veel te hard reed. Door brand verwoeste winkel in Dordt wil doorgaan met vuurwerkverkoop. En drukke tijden voor ijsmeesters in de regio. En morgen verandert er weinig aan het weer. Hier is Ed Aldus. Dinsdag overheerst de bewolking. Er staat kans op een winterse bui, dat betekent regen, hagel of natte sneeuw, bij temperaturen van een paar graden boven het vriespunt. Justitie denkt hard bewijs te hebben tegen de 25-jarige Schiedammer die op tweede kerstdag 4 mensen doodreed in Rotterdam-West. In de auto van de man zat namelijk een zogeheten event data recorder. Een systeem dat aangesloten is op de airbag en de gegevens van de auto registreert 5 seconden voor een ongeluk. Zo was dus te zien dat de Schiedammer 147 km per uur reed, waar 30 was toegestaan. Bij importeur van Amerikaanse auto's SCL in Schiedam staat ook het soort auto waarin de Schiedammer reed. En er zit ook een event data recorder in. Het is eigenlijk een soort van volgsysteem wat in het geval van een ongeval een momentopname maakt van wat er met die auto gebeurt. Dus er worden een vijftal dingen geregistreerd. Bijvoorbeeld zit de gordel vast van de bestuurder. De snelheid waarmee gereden wordt. Staat het gas open? Dus geeft de man gas of niet? De Amerikaanse pick-up truck van de 25-jarige Schiedammer boorde zich op tweede kerstdag in de auto van de familie Marquez. 4 mensen kwamen om het leven. De moeder van het gezin raakte zwaar gewond. Uit het voorlopige technisch onderzoek is gebleken dat de auto 5 seconden voordat het ongeval plaatsvond 147 km per uur reed. Dus hele hoge snelheid binnen de bebouwde kom. En dat bleek onder meer uit de gegevens van de event data recorder. Het systeem is in Amerika verplicht sinds 2006 op alle nieuwe auto's. In Europa niet. De gegevens van de event data recorder zijn dus opgenomen in het technische onderzoek van de politie. Maar de vraag is natuurlijk, kunnen de gegevens gebruikt worden in de rechtszaal? Ja, volgens ons wel. Het is een onderdeel van de auto die in beslag is genomen. En alle technische onderdelen van die auto, die gebruiken wij. De Schiedammer zit nog vast en zal binnen nu en 3 maanden voor de rechter moeten verschijnen. En voor de Kaapverdiaanse gemeenschap in Rotterdam is het een moeilijke periode. In korte tijd zijn ze 4 leden kwijtgeraakt. Op tweede kerstdag dus 3 leden van de familie Marquez, die samen met een vriend van de familie omkwamen bij dat auto-ongeluk op de Vierhavenstraat. En tijdens nieuwjaarsnacht werd Wilson Gomez het slachtoffer van zinloos geweld. Afgelopen zaterdag overleed hij. Bij de Kaapverdiaanse stichting Avansu hebben ze vandaag een ochtendbespreking gehad. En ook daar ging het over de overledenen van de afgelopen dagen. Ja, dat leeft verschrikkelijk onder de Kaapverdianen. Het fatale auto-ongeluk op tweede kerstdag. Waarbij 4 mensen zijn komen te overlijden. Afgelopen zaterdag was daar de begrafenis van. Ik ben ook naar de kerkdienst geweest. En je ziet dan dat de hele Kaapverdiaanse gemeenschap er naartoe komt om de steun te betuigen, om de respect te tonen aan de overledenen. En om gewoon die familie een hart onder de riem te steken. En zo zal het volgens Beatrice Rocha ook zijn bij de begrafenis voor Wilson Gomez. Bij de stille tocht voor zijn dood kwamen al veel Kaapverdianen af. Volgens Beatrice Rocha grappen Kaapverdianen vaak dat ze niet met elkaar kunnen samenwerken, want iedereen komt van een ander eiland. Maar in dit soort tijden is dat wel anders. Dan zijn wij gewoon één volk, dan steunen we elkaar. En hoe dat komt, weet ik niet. Dat is gewoon een gevoel, het zit in ons bloed, in ons hart. Deze week zal Wilson Gomez worden begraven en zondag 10 januari is er een stille tocht voor de slachtoffers van het auto-ongeluk op de Vierhavenstraat. De Rotterdamse politie heeft vanmiddag een Amsterdammer aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het geweld dat Wilson Gomez het leven kostte. Eerder werd in deze zaak al een man uit Maassluis aangehouden. Politieagenten hebben gisteren een dode man gevonden in een woning aan de Catharina Beermansstraat in Rotterdam-West. Agenten vonden het levenloze lichaam aan het eind van de middag nadat ongeruste familieleden de politie hadden gebeld.
Sectie zal helderheid moeten geven over het overlijden van de man. De politie sluit misdrijf niet uit. De winkel aan het Van Nurenburgpad in Dordrecht, die op nieuwjaarsdag door brand werd verwoest, wil opnieuw vuurwerk gaan verkopen. De vier vuurwerkbunkers zijn nog intact. En volgens de eigenaar hebben alle veiligheidsmaatregelen uitstekend gewerkt. De buurtbewoners reageren geschokt. De vuurwerkverkoop moet gewoon doorgaan. Hoe hoog de vlammen er ook uitsloegen op 1 januari aan het winkelpand aan het Nurenburgpad in Dordrecht. Mede-eigenaar John Brandt heeft geen moment getwijfeld aan de veiligheid van zijn vier vuurwerkluizen. De boel wordt herbouwd en eind dit jaar wordt er weer vuurwerk verkocht. Ja, in principe willen we gewoon op dezelfde voet verder. Kijk, er is nu ook gebleken van, dat het dankzij ja, sprinkler en handhaving en van provincie en controle en alle instanties, dat je wel degelijk op een veilige manier vuurwerk kan verkopen. Buurtbewoners staan versteld. Ze vrezen aan een ramp te zijn ontsnapt. Het bedrijf heeft een vergunning voor 23 ton vuurwerk, die op 1 januari grotendeels was uitverkocht. En willen ze weer verder? Nou, kan je dus zien. Ze leren daar niet van. Ik bedoel, het gevoel van onveiligheid neem je daar niet mee weg natuurlijk. Ik bedoel, het is dat de wind zo stond en dat ons huis gespaard is gebleven, denk ik dan. Het had ook een heel ander verhaal kunnen zijn natuurlijk. Zo'n rampscenario leek bewaarheid voor de aangrenzende sportschool. De brandweer kwam daar aanvankelijk met slecht nieuws. En op een gegeven moment om 4 uur zei ze van sorry, we kunnen de sportschool niet meer redden. En toen zagen we steekvlammen, weet je wel. Maar toen was achteraf, gelukkig, het tweede dak van de buren wat er dan ging. Naar de oorzaak van de brand wordt een uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Nieuwjaarsdag, smiddag zijn er wat jonge knapen op het terrein gesignaleerd. En die zijn aangesproken. Maar wat de definitieve oorzaak is, dat weten we niet. Die brand had dus kortsluiting geweest in het kantoor. Want de eerste vuurpijlen kwamen pas na een uurtje of 3-4 branden. En de bunker, die is nog helemaal intact. En dat vuurwerk wat in de bunker ligt, dat is ook allemaal nog intact. Dus, heb je een veilig gevoel? Voor mij is het, ja, ik heb geen onveilig gevoel gehad. En ook de brandweer in Dordrecht bevestigt dat de vier vuurwerkkluizen de brand ongeschonden hebben doorstaan. Zo'n 15 winkeliers van het Rotterdamse winkelcentrum Alexandrium spannen een kort geding aan, omdat ze niet elke zondag open willen zijn. Het winkelgebied is begin vorige maand door de gemeenteraad aangewezen als toeristisch gebied en is daardoor 7 dagen per week geopend. De 15 ondernemers zijn hier tegen uit zowel economische als religieuze motieven. De 15 vormen een minderheid. Alexandrium is een van de grootste winkelcentra van Nederland en telt in totaal 136 winkels. De winkeliers willen dat het besluit over de koopzondagen wordt teruggedraaid. Ze spannen een zaak aan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en de zaak zal op korte termijn dienen. En diverse gemeenten in de regio kampen met een tekort aan strooizout. In Brielen wordt voorlopig alleen op de doorgaande hoofdroutes gestrooid en mengt het nog voorradige zout met zand. Burgers kunnen ook geen zout meer krijgen. Westvoorne is helemaal overgestapt op zand. Wat er nog aan zout is, wordt ingezet voor de busroutes door de gemeente. In Capelle aan de IJssel wordt gestopt met strooien. Bij het leveren van strooizout krijgen Rijkswaterstaat en de provincies voorrang. De gemeenten moeten achters aansluiten. De aanvoer is bovendien beperkt doordat het in grote delen van Europa op hetzelfde moment erg koud is. En het tekort aan strooizout is niet het enige probleem. Na een nacht met matige vorst hadden veel automobilisten vanmorgen te maken met lege accu's, dichtgevroren portiers en vastgevroren handremmen. Het werd plaatselijk zo'n -6 graden. De ANWB had extra personeel ingezet om de verwachte problemen vanochtend op te kunnen lossen. En dat bleek goed van pas te komen. Tientallen mensen in de regio werden vanmorgen wakker met dit vervelende geluid. Hier en daar ook nog een vastgevroren portier. 1 bonkijs. Maar vooral veel accuproblemen dus. Dit is de derde, als ik mezelf nooit tel. Maar ik moet er nog 3 uur, dus er gaan er ongetwijfeld nog meer komen. Dan begrijp ik goed dat je vanmorgen zelf ook met een lege accu stond. Ja, nou leeg of slecht, of in ieder geval hij deed niet. Ik kom zelf niet weg. Het is wel een goede mop, hè, natuurlijk. Ja, dat vertel ik ook liever niet aan iedereen, maar goed. Dat is nu mislukt. Dat is nu mislukt. En in een enkel geval krijgt zelfs de wegenwacht hem niet meer aan de praat. Ik denk dat we even een garage moeten gaan inschakelen ervoor. Dat is echt wel spoed gehad. Ja.
Wegtakelen naar de garage dus. Accuproblemen met deze kou zijn eigenlijk niet te voorkomen. Dus je kan maar op één ding hopen. Wacht tot het zomer wordt, ja. Ja, hoop dat het heel snel is. Ja. Toch heeft Peter van Soeventer nog wat winterse tips. Goedemorgen. Tip 1. Om te voorkomen dat je deuren vastvriezen, smeer de rubbers in met vaseline of een siliconenspray. Daarmee voorkom je dat de deur vastvriest. Op het moment dat je hem 's morgens opentrekt, dat je de rubbers kapot trekt. Tip 2. Zorg dat de ruitenwissers vrij zijn voordat je ze aanzet. Daarmee voorkom je dat in het minste geval de zekering doorbrandt. In het ergste geval de ruitenwissermotor. En als laatste tip, de handrem. Parkeer je auto niet op de handrem bij extreme kou. Daarmee voorkom je dat de boel vastverliest en dat je 's morgens niet wegkomt. En mocht u dan toch niet weg kunnen komen, Peter staat voor u klaar. Morgenochtend om 5 uur gaat mijn wekker weer. Goeiedag. En dan hopen dat hij zijn eigen auto wel aan de praat krijgt. Overigens één troost voor alle pechvogels van vanmorgen. Vannacht wordt het minder koud. En dat is natuurlijk minder goed nieuws voor alle ijsliefhebbers. Want het zijn drukke dagen voor de medewerkers van de ijsclubs in de regio. Nu het 's nachts behoorlijk vriest, zijn de vrijwilligers van de ijsbanen druk bezig het ijs te prepareren, zodat er zo snel mogelijk op geschaatst kan worden. En bij de ene club staat dat er net ietsjes beter voor dan bij de andere. Dik ijs, hoor. Nou, het haakje erbij. Kijk nou eens. Nou, en? Het is nu 7 centimeter. En wat betekent dat? Dat betekent dat we met één nachtje vorst zeker hier de baan open kunnen krijgen. In Alblasserdam is het dus nog even afwachten. Waar vandaag al wel geschaatst kan worden, is bij de ijsclub in Bleiswijk. Daar is het ijs dik genoeg en leven de eerste schaatsliefhebbers zich al volop uit op het ijs. Ik krijg altijd de kriebels ieder jaar. Ik ben 65, maar ik schaats al 40 jaar dus. Bleiswijk is hiermee een van de eerste verenigingen waar nu geschaatst kan worden. En dan is natuurlijk de vraag, wat is het geheim? Ja, het grote geheim, we hebben natuurlijk een vrieinstallatie in het water, dat weet niemand. Maar dat... Nee hoor, het water ligt hoog en de oostenwind erop. Het is vrij gauw dicht hier altijd al hoor. Voor de Alblasserdamse ijsclub zit er niets anders op dan de sneeuw te blijven ruimen. En te hopen dat het ijs snel opvriest. Wanneer hopen jullie open te gaan? We hebben vandaag overdag zogenaamd geen aangroei van ijs. Maar we hopen wel dat het vannacht toch wel die 5, 6 graden die dus door Ed Alders of Leen de Koning opgegeven wordt, dat bewerkstelligd wordt en dan gaan we zeker morgen open. Hoewel dus nog niet alle ijsclubs er klaar voor zijn, wordt er bij iedereen al wel druk gespeculeerd over het rijden van de Rottermerentocht en de Molentocht. Na de prachtige plaatjes van vorig jaar kunnen de liefhebbers niet wachten tot het zover is. Ook voor de mannen die het ijs prepareren is dat het ultieme doel. Ja, tuurlijk, dat kriebelt altijd. In ieder geval voor die merentocht en dan zoveel mensen hier uit andere district hier, hoor. Nou, dus hartstikke gezellig. Hartstikke mooi. Nou, ik zet hem op, hè? Ja hoor, zal wel lukken. En aan het eind van de uitzending hoort u van weerman Ed Alders of er de komende dagen nog op natuurreis geschaatst kan worden. Het dorpje Goudriaan bestaat dit jaar 750 jaar en zaterdagavond werd tijdens een middeleeuws feest in de boerenschuur van Jaap en Joke het startschijn gegeven voor een jaar lang festiviteiten. Verslaggever Jos de Jager kreeg een persoonlijke uitnodiging, maar voordat hij zich stort in de armen van boeren, burgers en buitenlui, wordt hij opgewacht door twee middeleeuws geklede dorpsoudsten die hem willen laten zien dat Goudriaan het paradijs is. De doorleefde man met de groene keep is onze middeleeuwse broeder Joop van der Grijn. De man bekleed met koeienvellen is Ad de Vries, de dorpsomroeper. Zij laten mij op geheel eigen wijze Goudriaan zien. Zoals deze boerderij uit 1625. Maar eigenlijk stammen alle boerderijen in Goudriaan uit die tijd. Maar toch blijft het wel mooi hoor.
Hiep, hiep. Hoera. Of neem nou de hervormde kerk, daar waar Gaudiaan is ontstaan. Gaudiaan wordt voor het eerst in de geschiedenis vermeld op 2 mei in het jaar 1260. Toen Hendrik I van Vianden, de 38e bisschop van Utrecht, aan Willem van Brederode toestemming gaf om een kerk te bouwen, een doopvont in de kerk op te nemen en een kerkhof aan te leggen. En waardoor dus Gaudiaan Gaudiaan geworden is. En zo wandelen we heel de middag op gladde wegen. Maar eigenlijk lijken we te zweven. Maar hoe mooi Gaudiaan ook is, het is tijd voor wat anders. We gaan, ik denk dat we moeten gaan feesten. Ja. En wat betekent dat voor de Gaudianers? Want iedereen heeft een eigen idee over feesten. Wat betekent dat voor de mensen in Gaudiaan, feesten? Gewoon gezellig. Gewoon gezellig? Ja, gewoon gezellig. Met elkaar. Okay. Goed met elkaar omgaan. Geen gekke dingen. Hiep, hiep. Hoera. Ja. Ons dorp is jarig. Gaudiaan is 750. U bent als hofnar gegaan? Wat zegt u? U bent verkleed als hofnar? Nee, ik weet niet. Het is geen hofnar. Het is gewoon een stijl van... Dat is niet zo leuk om een gesprek te hebben. Nee, u vindt het gesprek niet zo leuk bij mij? Je kan elkaar haast niet verstaan. Wat zei u? Bent u ooit wel eens Gaudiaan uit geweest? Nee, nooit. En ik ga er nooit uit ook. Waarom niet? Waarom niet? Wat bent u? Ik ben een eenvoudige boerenvrouw. Ja. En normaal ook of alleen nu? Nee, alleen nu. Ben je nou jonkvrouw of niet? Nou, niet echt hè, volgens mij. Ik weet het niet. Nou, nee. Hoe kom je aan de kleding? De rok van mijn tante gekregen en verder gewoon dingetjes bij elkaar gezocht. Het is hier schitterend. Gewoon de saamhorigheid. We vieren feest met elkaar. Als er problemen zijn, helpen we elkaar. Het klinkt bijna paradijselijk. Het is hier paradijs. Ik heb alvast een mooie jonkvrouw gevonden. Dank u wel. Weliswaar bezet, maar ja. Helaas. Kunnen we elkaar dan gewoon feliciteren? Of zal ik u feliciteren? Oh, dat mag gerust. Ja? Wilt u dan met of zonder drie zoenen? Nee, oh nee hoor, gewoon met een handdruk hoor. Gewoon met een handdruk? Gewoon met een handdruk. Nou, gefeliciteerd met Gaudiaan 750 jaar. Dankjewel. Het blijft een feestje door Gaudianus en voor Gaudianus. Zo wordt er een Gaudiaanse kalender uitgereikt met Gaudianus erop en is er Gaudiaans bier te koop. En er zijn plannen voor een Gaudiaanse munt waarmee je buiten Gaudiaan niet kan betalen. Mooi feestje hoor. En ook enorm hecht en zo, maar toch. We hebben wel genoeg middeleeuws gefeest. Nou heren, was een prima feestje. Het was geweldig. Eerst die mooie rondleiding vanmiddag door Gaudiaan. Ja, en dan het mooie feestje. Het lijkt wel of ik bijna ga geloven dat Gaudiaan gewoon echt een leuk dorp is. Je moet hier gewoon komen wonen. Ja. Er staan 17 woningen te koop hier. Zullen we het dan nog één keer doen? Want een jaar van feest is begonnen, hè? Hiep, hiep. Hoera! Hoera! U hoorde het Jos al zeggen, heel het jaar zijn er nog activiteiten in Gaudiaan, wel of niet in middeleeuwse stijl. En ook voor niet-Gaudianers trouwens. Voor informatie over de feestelijke activiteiten kunt u kijken op www.gaudiaan750jaar.nl. En tot besluit het weer. En Ed, de grote vraag met de kou van de afgelopen nacht is natuurlijk wanneer we echte schaatstochten kunnen maken. Nou, Martine, toertochten georganiseerd door de KNSB, die zitten er voorlopig echt niet in. Dat bedoel ik zeg maar met voorlopig, binnen een tijdbestek van, zeg nou eens, 8 dagen. Want ten eerste, er ligt nog onvoldoende ijs. Ten tweede, de komende nachten vriest het helemaal niet zo gek hard. En ten derde, sneeuw heeft ook al behoorlijk wat roet in het eten gegooid. Want er ligt namelijk echt sneeuw in het Rijnmondgebied. Niet overal. Grofweg ten noorden van de grote rivier was het vrijwel overal groen. En ten zuiden daarvan ja, is de afgelopen weekend best aardig wat sneeuw gevallen. In Oude Tongen bijvoorbeeld een pak van 10 centimeter. Nou, vanmiddag viel er ook sneeuw. Over het Rotterdamse bijvoorbeeld trok een vette sneeuwbui van die grote vlokken. Temperaturen liepen enorm uiteen. Plus 4 graden aan zee tot min 2 graden in de buurt van Gorinchem. Nou, vanavond en vannacht hebben we te maken met veel bewolking. Er is weinig ruimte voor opklaringen.
Kans op een winterse bui. Nou, dat kan regen, hagel of natte sneeuw zijn. Of droge sneeuw natuurlijk. Want temperaturen die zakken naar waarde rond het vriespunt. En dat betekent grote kans op gladheid. Ja, en dan morgen overdag lijkt het weer wat sprekend op dat van vandaag. En dat betekent weer kwakkelen. Wat zeg ik? De temperatuur komt overtuigend boven nul. 2 tot 4 graden in de plus. Alleen in de buurt van Gorinchem, daar is het kouder. De wind is matig en die komt uit het zuidwesten. En er moet opnieuw rekening worden gehouden met een winterse bui. En dan na morgen, dan wordt het kouder. Woensdag is dan die overgangsdag met kans op sneeuw of natte sneeuw. Dat is een beetje onzeker. Temperatuur een fractie boven het vriespunt. Maar donderdag en vrijdag koud winterweer. Op de meeste plaatsen droog. 'S Nachts matige vorst. Dat wil zeggen temperaturen tussen min 5 en min 10 graden. En overdag heeft de temperatuur moeite om boven het vriespunt uit te komen, zelfs aan zee. En dit was Rijnmond Nieuws van maandag 4 januari. Straks bij de sport hoort u welke wijzigingen er de afgelopen feestdagen zijn doorgevoerd bij de betaald voetbalclubs in onze regio. Blijf kijken dus. Wens u nog een fijne dag en graag tot morgen.